Nou, dan moeten wij op ons normale niveau spelen. Naar onze kwaliteit. Nou, dan denk ik dat wij meer kwaliteit in huis hebben dan VVV. Maar als je dat niet doet en je neemt het iets te gemakkelijk op, dan hebben we aan VVV een hele lastige tegenstander die uitstekend presteert, een goede doen is, veel vertrouwen heeft. Ja, dus het ligt ook, je hebt altijd met je tegenstander te maken, maar je hebt natuurlijk ook heel veel invloed op hoe je zelf een wedstrijd ingaat. Benader je het anders dan wanneer het de competitiewedstrijd PSV-VVV geweest zou zijn? Nee. Nee. We willen de volgende ronde bereiken. We zitten nu in een ritme waar we snel achter elkaar moeten spelen. Maar dat moet voor de fysieke gestelte van de spelers geen enkel probleem zijn. Dus we benaderen dit gewoon weer als de volgende wedstrijd. En die willen we heel graag winnen. Ja, soms werden de bekerwedstrijden ook gebruikt om keepers of spelers wat speeltijd te gunnen. Dat is dus niet aan de orde morgenavond. Nou, volgens mij heb ik al in het begin aangegeven over de situatie op doel. Dat gewoon Jeroen Soet zal zijn. Dat zal nog ook niet anders zijn. Gunnen, je moet verdienen om te spelen. Je moet het af gaan dwingen. Dat bepaalt de keuze voor ons. En wij stellen gewoon het team waar we denken de meeste kans op resultaat hebben. En ja, daar zal iedereen voor moeten knokken om in het elftal te komen. Ja, is de beker dit jaar misschien toch net iets belangrijker nog dan de afgelopen seizoenen? Omdat ja, met Europees voetbal de beker natuurlijk wel iets is om te overwinteren en een prijs is. Nou, maar ik denk ook dat je de ervaring meeneemt van de afgelopen jaren dat het bekertoernooi toch wel teleurstellend verlopen is. En het leeft nu zowel bij de spelers, maar ook bij de club om verder te komen in de beker. En er alles aan gaan doen om de beker te winnen. En ja, daarvoor moeten we VVV verslaan. Ondanks dat er na een paar dagen weer een competitiewedstrijd op het programma staat, maakt dat voor onze voorbereiding weinig uit. Nee, en qua verslapping, 30.000 man in het stadion, dus aan de ambiance, aan de entourage zal die liggen. Nee, maar dat is ook heel belangrijk, dat de mensen toch de spelers komen steunen. Want als er 30.000 man zitten, dan heb je een goede sfeer en dat maakt indruk op de tegenstander. En het geeft jezelf ook altijd net even een stukje extra. Dus we zijn heel erg blij dat ze in grote getalen naar het stadion komen. Ja, nog iets op je hart wat ik niet gevraagd heb, maar wat je wel kwijt wil? Nee, op dit moment niet. Alleen de volgende ronde halen.